Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. Ik wil jullie even vertellen waar ik allemaal weer heen ga. Ik ga 15 september ga ik naar FC Groningen thuis tegen ADO Den Haag. Ik ga op 11 augustus ga ik naar FC Groningen tegen Jong Ajax Amsterdam in de Euroborg. Morgen ga ik naar de eerste groepstraining van de FC, dus daar ben ik ook weer. En ja, dat is op Corpus den Hoorn. En 15 september in Euroborg, 11 augustus in Euroborg. Ik ga nog 25 augustus tot met 2 september naar de Corso V-stand. Ik ga nog 7 september naar het Nederlands elftal tegen Griekenland in PSV-stadion in Eindhoven. Dus het komt er allemaal nog aan. En het bloemencorso komt er nog aan op 2 en 3 september. Dus er komt nog van alles aan wat heel leuk is natuurlijk allemaal. Wat we allemaal gaan beleven. En ik moet natuurlijk ook weer maandag gewoon weer aan het werk. Tot en met donderdag en vrijdag. Zaterdag en zondag heb ik altijd weekend dus. Jongens, ik wens jullie natuurlijk allemaal een heel goed weekend. En voor vanavond, lekker bord nemen, hè? Hatsa! Dan gaan we weer, hop, 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 hoppa! En lekker bietjes, hap, en alles niks. Waar we nu allemaal heen gaan, is natuurlijk nog een verrassing. Want ik ga natuurlijk nog naar de thuiswedstrijd voor de familiewedstrijd tegen ADO Den Haag. Op 15 september om 8 uur op de vrijdagavond. Ik ga natuurlijk ook nog op de 11 augustus naar de verschillende thuis in Jonge Ajax, ook op vrijdagavond om 8 uur. En dan ga ik op 7 september, 8:45 in de PSV-stadion tegen Griekenland, Nederlands elftal Griekenland. En ik ga natuurlijk ook nog allemaal leuke dingen doen. Ik werk natuurlijk ook op vrijdag 1 augustus, of 1 september tot en met 2 augustus in de Bloemencorsowijk bij ons in de Korsowijk. En ja, dat wordt natuurlijk allemaal weer heel erg leuk. Er komt van alles en alles komt er nog heel wat aan. Dus er is nog genoeg te beleven. En natuurlijk wil ik jullie heel graag weer bij Zagreus zien. Natuurlijk in de Euroborg, 11 augustus, 15 september. En op 1 september spelen wij uit bij Topos. En Zagreus op 15 september thuis tegen ADO. 11 augustus thuis tegen Jonge Jagers. Op 27 augustus thuis tegen Willem II. Op 1 september nog uit bij Topos. En daarna moeten we volgens mij thuis tegen Jong PSV of uit naar Jong PSV. Nou, we gaan het zien. En in ieder geval begint de kaartverkoop volgens mij 3 weken voorafgaand aan de thuiswedstrijd. Dus dan kun je de tickets bestellen. Dus er is nog van genoeg te beleven en genoeg te doen. En ik ga natuurlijk ook weer een gamevideo opnemen. Dus geniet natuurlijk van alle vlogs die eraan gaan komen. En heb heel veel plezier met alles. En ik wens jullie natuurlijk een heel, heel goed weekend. En er is nou niet zo heel veel te beleven, want ik heb gewoon nu weekend. En ik wens jullie natuurlijk allemaal het beste voor het weekend toe. En niet te veel doen, gewoon lekker uitrusten. En dan gaan we gewoon vanzelf weer leuke dingen doen. Er komt van alles aan. En ik ga natuurlijk ook volgend jaar weer naar Guus Meeuwis, waar ik nu geweest ben op zaterdag 17 juni. Afgelopen 17 juni. En dan ga ik volgend jaar op 16 juni ga ik ook heen om 4 uur 's middags. Dus dan ben ik ook weer bij Guus Meeuwis. En dat is de laatste keer. Voor de derde keer ben ik dan bij Guus Meeuwis geweest. Dan stopt hij er volgend jaar mee. Tot en met 22 juni volgend jaar staat Guus Meeuwis in het PSV-stadion in Eindhoven. En daarna gaat hij stoppen. Daarna gaat hij volgens mij nog een tour geven. En nog een ander boek uitgeven. Maar ik weet het allemaal niet hoor. Maar goed, Guus Meeuwis gaat in ieder geval dan stoppen. Het is tijd voor verandering. Tijd voor wat nieuws. En ja, er komt nog heel veel leuks aan. Natuurlijk ook weer bij de wedstrijden en bij het Bloemencorso natuurlijk weer op 2 en 3 september. En dan ben ik in de Bloemencorsowijk van 1 op 2 september op vrijdag, op zaterdag. En natuurlijk ook nog bij de 3 september, ook nog bij de Bloemencorso. Ook op het feestterrein in ieder geval, dan sta ik daar. En we hopen natuurlijk ook gewoon een grote beker te winnen met onze korswagen en alle prijzen natuurlijk te winnen. Maar goed, er is van alles te doen in ieder geval. En er staan ook nog de figuranten staan ook op de wagens en rond de wagens. Dus er is van alles te beleven. En ook de Corso zaterdag. Dan is er een groot vuurwerkshow bij de Vijver. Om 22:30 uur bij de Vijver achter het Elson Laanhuis. Bij de Vijver daar. Er is een grote vuurwerkshow dan te zien. En ik hoop jullie allemaal daar te zien. Bij Bloemencorso natuurlijk ook weer. En ja, laten we in ieder geval vooruitkijken naar de dingetjes. Naar de dingen die eraan gaan komen. Waar ik allemaal heen ga. En jullie gaan het allemaal zien in de vlogs natuurlijk ook weer. Ik hoop jullie allemaal weer te zien op 11 augustus, 15 september. Op 1 en 2 september natuurlijk ook weer bij het Bloemencorso. 25 augustus tot en met 2 september. Moeten wij in de Corso V-stand natuurlijk ook weer.
En ja, dan is er genoeg te beleven ook nog in de Corso V-stand. Want Visa Jack komt nog, Marco Schuitenmaker komt nog. En ja, nog veel meer artiesten. Dus wees allemaal op tijd. Koop je tickets bij de Corso V-stand site. Kun je je tickets kopen voor de Corso V-stand in Eelde. En dan zie ik jullie misschien daar wel. Ik hoop jullie allemaal te zien weer bij de volgende vlog natuurlijk. En bij de volgende livestream. Want ik ga bij het Nederlandse elftal ga ik live op YouTube. Dus wees er snel bij voor de livestream. Deze vlog komt zometeen om 5 uur online. Die ga ik voor 5 uur in de render zetten. Of die gaat in de première om 5 uur bedoel ik. En dan gaan jullie heel veel weer beleven. Gaan jullie kijken wat ik nu vertel. Dus ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video's. Vond je deze video tof? Laat even weten onder hier in de reacties. En even dat duimpje omhoog en even abonneren hier. Even aan de zijkant even abonneren. Daar kun je abonneren en ik hoop jullie allemaal te zien weer bij de volgende dingen die eraan gaan komen. En ik wens je natuurlijk ook voor de nieuwe komende werkweek heel veel succes. En natuurlijk ook voor de maandag. Ik hoop dat jullie de maandag overleven. Want natuurlijk is de maandag de rotste dag van de week en de vermoeiendste dag van de week. Dus nu gaan we lekker een paar biertjes drinken. En ja, we hopen jullie snel weer te zien bij de volgende wedstrijden. 11 augustus, 15 september, 2 en 3 september bij de Bloemenkorswijk. En natuurlijk ook bij het Corso. Als de Corsowagen uit de opbouwplaats komt en naar de parcours rijdt. En natuurlijk ook weer bij de jurering. En natuurlijk ook 'smiddags om 2:30 bij de Corso ronde. En natuurlijk 's avonds bij de vuurwerkshow. En natuurlijk op de zondag 3 september bij alle Corsowagens op het feestterrein. En ik hoop jullie bij alle wedstrijden en weer alles wat we gaan beleven weer te zien. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Vond je deze video tof? Laat even weten hieronder in de reacties. En ik hoop jullie allemaal heel snel te zien bij de volgende video's, bij de livestreams. En natuurlijk even over het vuurwerk van de aankomende tijd als we weer in december aankomen. Ik hoop dat er geen vuurwerkverbod komt. Maar goed, dat gaan we wel zien. Ik hou jullie op de hoogte van alles wat eraan gaat komen. Ook over het vuurwerkverbod. Of ja, of wel, of niet. We gaan het wel zien. En ik hoop natuurlijk dat het niet er doorheen wordt gedrukt. Dat we ook nog deze jaarwisseling ook nog vuurwerk kunnen afsteken. Zelf en natuurlijk nog kunnen kopen. En natuurlijk laat ik jullie zien wat ik allemaal ga kopen dit jaar. En we gaan het wel zien. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende wedstrijd. En natuurlijk ook weer bij de volgende livestream. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Vond je deze video tof? Laat even weten onder in de reacties. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video natuurlijk. Voor nu heb ik jullie een beetje bijgepraat van alles en wat er nu aan gaat komen. En er is een groot speel dus. De eerste wedstrijd op 11 augustus op vrijdagavond om 8 uur thuis tegen Jonge Jagers. Dat wordt natuurlijk 3 punten voor de FC. En op... even kijken hoor, op 27 augustus pakken wij Willem 2 hopelijk. En op 1 september en 15 september pakken we eerst Topos en dan pakken we ADO Den Haag. En dan pakken we Jong PSV, dat hoop ik natuurlijk. Maar we gaan het wel zien en hopelijk zie ik jullie bij de volgende wedstrijd in Euroborg. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Vond je deze video nou superleuk? En even hieronder even reageren, hier even liken en even hier abonneren. En natuurlijk hoop ik jullie weer allemaal te zien bij de volgende dingen die er aangekomen. Ik wens voor jullie nu een heel goed weekend. En ik ga jullie terugzien op 11 augustus. En natuurlijk ook vanmorgen als wij naar Corpus de Noor gaan bij de eerste groepstraining bij de FC. Dat we gaan kijken. En die begint morgen om 2 uur in de middag. En natuurlijk ga ik ook nog naar Heusegeren tegen FC Emmen op 29 juli om 3 uur. Op Sportpark Boerbos in Roden. Waar Roll the Boy speelt. Daar op het veld is dan de oefenwedstrijd te zien. Dus ik hoop jullie allemaal daar te zien bij de volgende dingen die eraan gaan komen. En ik hoop jullie heel erg geïnformeerd te hebben met alles wat er nu aan gaat komen. En ik hoop voor nu een heel goed weekend. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Vond je deze video nou top? Tof, laat even hieronder in de reacties hieronder even weten in de comments. En jullie kunnen altijd reageren en dan reageer ik wel terug. Nou, als ik niet reageer, kunnen jullie altijd mij nog benaderen. En ja, tot de volgende video's. Natuurlijk weer op 11 augustus als ik de kaart ga kopen. Ook op 15 september. En natuurlijk zie ik jullie ook weer terug bij de volgende dingen. En ook in de Corsowijk natuurlijk. Ook op vrijdag 1 op zaterdag 2 september. Dus jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Laat even weten wat je van de video vond. En even
abonneren aan deze kant. En even hier liken onder, even hier liken onder in de reacties reageren. En natuurlijk tot de volgende video. Jongens, laters, dikke, vette, peace. Dat was hem.